zit er goed in hier in Hellevoetsluis, want daar zijn ze weer. De supporters van de groep uit Eersel. Ze kunnen het niet houden. Laten we maar eens even gaan kijken naar de volgende deelnemers, want die hebben ons een hele leuke home video gestuurd. De Fellowship uit Noordhorn. Want dan kun je gelijk eens kijken hoe er thuis bij de voorbereiding wordt getraind. En dit ziet er heel erg leuk uit. Want je denkt, hoe gaan ze naar de bel? Kijk. Zo. En dan val je gewoon op een lekker campingmatrasje. En dan kun je toch uitproberen, hè? Hoe je nou zo'n bel moet springen. De Fellowship. En wat doet de Fellowship hier op de baan in Hellevoetsluis? 20 punten van de jury. Even klaar, de concentratie. Attentie. Dit is het grote moment. Want nu ga je. Nu ga je. Trappen, snelheid maken, op de baan komen. Goed proberen te remmen. Dan de loopplank naar voren. En ga. Ja, ik wou zeggen gaan. Hij is iets te klein om bij het touw te komen. Wat is dat? Ja, ja, nu kom je met de voet op de baan. Nu kun je geen tijd meer maken. Nee, dat is niet meer mogelijk. Nee, dus dan komt hij weer. Het kruis van de jury. Maar wat was dat jammer. Wat was dat een hele goede, rappe tijd. Echt waar. Kijk, hier kun je het zien. Maar hij is een tikje aan de kleine kant. Hij neemt die duik en, oh, jammer, onder het touw door. Slecht nieuws. Jullie zijn gedisqualificeerd. Oh. Nou, het kan altijd slecht. Alles? Oh. Ja. Omdat iemand van jullie heeft op de baan gelopen. Dat was ik, denk ik. Blote voeten? Ja. Ja, dan jij het. Ja, ik had geen extra schoenen bij me, dus. Ja, mag gewoon niet op de baan. Maar het remmen ging wel heel erg goed. Alleen net een tikkeltje te laat. Ja, volgende keer beter. We hebben geen twee arenden voor op de kar, denk ik. Ja, ik ben niet de captain. Wie is de captain dan? Dus dat is Bernard. Dat ben ik. Waarom dan geen Bernardus voorop? Ja, omdat ik kan het niet maken en Arend wel, dus dan mocht Arend het doen. Aha. En dat jij er weer bij bent, William, dat verbaast mij een beetje. Ja, nou, moet me weer, hè. Ja, want vorig jaar ging het even mis, hè? Ja, ik sprong onder de bel door. Onder de bel door? Nou, er was te vroeg geremd en ik kon er niet bij. Wie gaat er springen? Ja, ik ga weer springen. Jij gaat weer springen? Ja, ik ga het weer proberen. Ga je er weer onderdoor? Ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet, jongens. Ik hoop dat jullie met een snelle tijd die bel luiden. Heel veel succes. De Eagle heet het team. Bernard Arend en voorop William. William Hummel, hij gaat het weer proberen dit jaar. Attentie! Het zal hem toch niet voor de tweede keer gebeuren dat hij onder de bel doorduikt. Dat gaat lekker snel naar beneden. Dat rolt goed. Kijk eens, William komt al een beetje omhoog. En gaat hij jump maken. Wauw, hij doet het. 8.20.